visiedebat. Want we hebben nu heel veel mensen langs zien komen die van alles doen met data. Maar uiteindelijk moet de schoolleiding wel bepalen van welke visie hebben, welke kant gaan we op. Hè? Want er is jarenlang is er geïnvesteerd in ICT in het onderwijs. In het begin was het zoiets van, we moeten allemaal online. We zitten nu een beetje op een keerpunt. Zo van, ja, wat heeft nou wel zin en wat niet? Hè, waar doen we het goed en waar niet? En zeker als je dat vervolgens ook nog allemaal gaat meten, vergelijken en afrekenen. Goed, we hebben daarom van het Hondsrug College uit Emmen hebben we Kees Versteeg. En van het Utrecht Stedelijk Gymnasium Hanneke Taat. Even tussen jullie instellen als het dan een debat wordt, dan kan ik af en toe nog even. Goed. Nou, het zal er niet zo heel heftig aan toe gaan, want jullie zijn allebei toppers en wat dat betreft valt er niets te verliezen. Maar ik begin even bij jou, Kees. In de media word je wel eens gekscherend de iPad-school genoemd, ja. Maar het is natuurlijk veel meer dan dat. Want je wordt ook regelmatig gevraagd, ook scholen in het buitenland, wel leuk, dan moet je ineens naar Warschau toe om daar uit te leggen wat ze dan doen. Bij de school in Nederland heb je op een gegeven moment gezegd van, nou weet je wat, kom maar gewoon één keer per week bij mij langs. En dan komen iets van 15 scholen. Om te ontdekken wat jij nou precies doet op school. Wat is nou zo bijzonder aan het Hondsrug College? Nou, in ieder geval niet de iPad die wij gebruiken. Nee. Maar datgene wat we ermee doen. Het platform wat we hebben, wat hier een van de tafels hiernaast staat, Pulsong. Dat zorgt ervoor dat wij maatwerk kunnen leveren bij leerlingen aan de hand van het profiel van leerlingen. Daarin staat nou ja, iets over leerstijl, over interesses, over niveau, over modaliteiten. En het platform doet net zoals bijvoorbeeld ze dat bij bol.com ook doen. Zorgen ze dat we precies zien wat leerlingen doen en aan de hand daarvan krijgt de leerling een aanbod voor een vervolgtraject. Dus eigenlijk alle lessen zijn digitaal? In die zin. Nog niet. We hebben een aantal vakken op deze manier gemoduleerd en gemetadateerd. En daar hebben wij nu sinds 2 jaar draaien we daar nu proeven mee. En steeds meer scholen gaan projecten draaien met dit systeem. Moet het ook een iPad zijn? Of kan je ook een Android? Nee, het is platform onafhankelijk. Wij hebben toevallig de iPad gekozen. Maar het kan op een laptop of iets. Nou ja. Iedere andere tablet, dat maakt op zich niet uit. Ja, nee, dat was mijn volgende vraag, want ik stoor me af en toe aan de Steve Jobs scholen. Ja. Een soort van evangelie. Het is gewoon om die spullen te verkopen natuurlijk. Het is mooie spullen, maar als het je nou... Het is wel een mooi spul. Nou, ja, maar het is ook rete duur. Dus ik weet niet, die leerlingen ook niet. Maar dat is dus platform onafhankelijk. Ja, klopt. Nou, hartstikke mooi. Hanneke, hoe gaan de leerlingen bij jullie om met IT? Hebben ze ook allemaal iPads op schoot en Androids en dingen nee, en zo? Of nog is dat niet. Nog lekker... Ja, gymnasium, daar zijn natuurlijk dol op papier, of niet? Denk je? Dan loop je wel een beetje achter. Ja, ik ben ook al 41. Ja. Hoor, dus. Nee, we hebben de laatste 2 jaar, moet ik zeggen, een enorme ontwikkeling doorgemaakt omdat we van gebouw zijn veranderd. Soms kan een gebouw gewoon een structuur hebben waarin je niks kunt. Ja. Dus sinds 2011 zitten we in een gloednieuw gebouw en dat staat vol met smartboards en geen iPads, maar wel laptops, computers en wat al niet. En leerlingen gebruiken heel veel ICT in hun studie. Maar het is nog niet zo dat wij een echte iPad-klas hebben, want daar zijn we nog steeds naar op zoek, wat we precies willen. Ik ben bij Kees wezen kijken, ik ben op veel meer plekken wezen kijken. Ja, ik ken Kees al langer dan vandaag. En het klinkt natuurlijk heel interessant, maar het heeft niet alleen met de structuur en het materiaal te maken wat je zegt. Het heeft ook met de content te maken die je nodig hebt om daar iets mee te kunnen doen. En hoe pak je dat nou zo aan dat je leerlingen onderwijs op maat kan geven, want dat is waar wij eigenlijk naar zoeken. Want binnen de gymnasia heb je leerlingen die een heel brede range hebben in wat ze allemaal kunnen. Dus wij zijn enorm aangewezen op maatwerk. En dat is dus een van de dingen die je hiermee heel goed zou kunnen doen. Ja. Maar je moet dan wel content hebben waar die leerlingen zich ook op stuk kunnen bijten. En die is er nog niet zoveel. Nee, want hoe kom jij daar nu aan? Want in mijn tijd had je gewoon de grote uitgevers, die maakten gewoon één basisboek, bam, stampje in je hoofd. Spelen die uitgevers nog steeds een belangrijke rol? Of zijn die echt? Ja, absoluut. Het is ook een vak apart, laat het ook duidelijk zijn. En natuurlijk heb ik ook docenten die nog steeds ook schrijver zijn voor uitgeverijen. Maar ik denk dat wij in de toekomst nog steeds gebruik zullen maken van de content van uitgeverijen. Maar niet meer in de vorm die we nu kennen. Ja. Ik bedoel, ik heb nu geld voor één methode, voor één vak. En daar moeten we 4, 5, 6 jaar mee doen.
En ik denk op het moment dat je digitaal gaat doen en je gaat in heel andere modellen gieten en je gaat het bijvoorbeeld modulair aanbieden, dat je ook heel anders over de content kunt gaan nadenken. Dus dat je niet meer gedwongen wordt om alleen maar de methode te volgen. Ja. Maar dat je gewoon veel meer bezig bent om als docent te arrangeren en de software die helpt je daarbij. Ja, oké. Okay. Dan wil ik even gaan naar al het gemeten en vergelijken inderdaad. Want als je dat doet, dan kun je natuurlijk ook precies kijken wie wat scoort in de klas en zo. Dat is hartstikke handig. Jullie zijn een excellente school. Ja, en voor de mensen die niet weten wat het is, dat waren er geloof ik 52 in Nederland. En dan krijg je zo'n praatje van staatssecretaris Sander Dekker. Ja. Dat is prachtig dat excelleren is de norm. Hè? Dat je niet voldoet aan het gemiddelde, maar dat je een voorbeeld bent voor de rest. Ik kan me voorstellen dat je wel blij bent met al dat meten vergelijken. Of zal het je... Nou, daar zat het hem niet zo heel erg in, eerlijk gezegd. Wat ik heel erg fijn vond aan de manier waarop we excellente school geworden zijn, is dat natuurlijk de cijfertjes heel erg meespreken. Ja. Maar wat de dames net ook al zeiden, de kwalitatieve meting is ook heel erg belangrijk. Ja. Dus je krijgt uiteindelijk een paar kwalificaties toegekend waarop je dan het meest excelleert. En dat waren in ons geval dus niet de cijfertjes die goed genoeg zijn. Daar gaat het niet om, anders word je niet excellent. Maar het ging veel meer over de lerende school. Ja. En over het maatwerk en over het schoolklimaat. En dat we dus bezig zijn om leerlingen echt uit te dagen. En dat dat in alle lagen zit. Ja. En dat vond ik heel mooi om te horen. Omdat buitenstaanders, die komen dan op school kijken, die spreken. Ook met leerlingen, dat is bij ons trouwens heel normaal, dat er met leerlingen wordt gesproken over wat ze ergens van vinden. Of wat ze zouden willen. Of wat zij denken dat goed is voor de toekomst. Dus dat is een prachtig iets om te horen. En dan gaat het niet eens zozeer om dat excellent worden. Maar meer omdat mensen die er verstand van hebben, de school binnenkomen en zeggen, dit vinden wij excellent. Ja. Omdat het op alle gebieden zo is. Oké, okay, ja, want dat is inderdaad wel belangrijk dat het niet alleen om getallen gaat, hè, maar ook een duiding, ook een verhaal. Hè, want er bestaan nog 38 zelfstandige gymnasia in Nederland. Die hebben een stichting samen. En die hebben al sinds 1972 een enquête onderling, die dus met de hand netjes werd ingevuld. Die gaat nu binnenkort een deel zelfs op vensters voor verantwoording komen te staan. Maar met die gymnasia zijn we dus al heel lang bezig om te vergelijken. Doorstroom, jongens, meisjes, profielen, al dat soort dingen. Zelfs de achtergrond van de rector werd erin vermeld. Ja. Of je wel klassicus was of niet. Oké, want dat was het eerste wat bij me opkwam. Ja, wat handig is, ook voorzitter van die stichting Het Onafhankelijk Gymnasium. Het eerste beeld wat ik daarbij krijg, van dat zijn een beetje eigenwijze scholen. Die willen niet gemeten worden. Die zeggen van, dat zoeken we zelf wel uit. Maar is dat een misvatting? Ja, wij worstelen nogal met allerlei vooroordelen die er zijn over gymnasia. Oké, maar de metingen die passen gewoon netjes in het straatje van het onderwijs. En wij werken op school ook heel veel met metingen nu, waar je echt op kunt sturen. Ja, dus leerlingenquêtes zijn heel gewoon over nieuwe docenten en gewone docenten. Maar door de nieuwe middelen, en dat is dus heel fijn, heb je veel meer data tot je beschikking, zodat je ook kunt zien van, klein voorbeeld, een klas gaat voor Nederlands in de brugklas prima. Ze gaan naar klas 2 in één keer, want bij ons blijven de klassen best hetzelfde. Dat is natuurlijk eenduidig onderwijs. Gaat dat helemaal niet meer. En dan ga je natuurlijk meteen, waar ligt dat aan? Wat kunnen we daarmee doen? En dat bespreek je dan met een sectie of met wie dat dan ook betreft. En wij zijn ook met die datateams bezig in ons bestuur. Wij doen zelf niet nu mee, want dat is dus tekort aan mensen. Maar dat kijken naar cijfers op de goede manier, want ik vind wel dat je altijd moet blijven kijken naar wat erachter zit. Je kunt niet zomaar roepen, hè, wat je vroeger in de klas ook deed, wat iemand net ook zei, onvoldoende, dus je hebt niet geleerd. Nou, dat kan aan van alles liggen dat daar een onvoldoende staat. Ja, ik heb natuurlijk ook even gekeken. Wat me opviel bij jullie is dat je heel veel jonge medewerkers hebt. Bij de 20 schiet de piek echt ver boven landelijk gemiddeld. Hoe komt dat? Nou, de jonge medewerkers twitteren meer, denk ik, dan de wat ouderen. Oh, okay. Maar we zitten wel heel erg op een gemiddelde. Ja, we hebben heel erg veel kunnen vernieuwen omdat de mensen gewoon met pensioen gaan. Ja. En we zijn een beetje gegroeid vanwege het nieuwe gebouw. En dan neem je zoveel mogelijk weer jongere mensen aan. Okay. Dus dat is heel erg prettig. Ik ga even naar Kees. Wat vind jij van al dat gemeet, vergelijken en scoren, scholen vergelijken? Ik heb bij jullie niet gekeken hoe jullie school landelijk gemiddeld doen, maar wat vind je daarvan? Meten vind ik goed en de openheid vind ik ook goed, maar het moet ook niet doorslaan. Als je nu kijkt hoe men inderdaad in Amerika bezig is met meten, dan denk ik van, dan gaat het dus alleen nog maar om het meten aan zich. En wat mij betreft is het een middel om te kijken hoe scholen het doen, hoe secties het doen, hoe leerlingen het doen en daar uiteindelijk de verbetering uit halen.
Ja, want het zijn een aantal factoren. Hè? Ja. Dus leraar-leerling ratio, iets over de financiën. Wat zijn er factoren waarvan je zegt van ja, nou, schrap dat maar, want het zegt eigenlijk helemaal niks over de kwaliteit van het onderwijs. Laat me zeggen, ik ben het helemaal niet oneens met de factoren die erin staan. Het gaat er mij meer om van dat het meer is als alleen maar datgene wat er staat. En die ruimte is er gelukkig ook met fans van verantwoording, dat je als school ook kunt uitleggen waarom je bijvoorbeeld een aantal keuzes hebt gemaakt. Ja. Het is niet sec alleen maar de data die daarin staat. Het is, je hebt als school ook de ruimte om uit te leggen. Okay. En dat heb je, noem het maar even, in de cijfers rondom de inspectie heb je dat veel minder. Daar zijn het inderdaad kale cijfers. Ja, want inderdaad bij elke meting is er natuurlijk iets waar je het mee vergelijkt. En de vraag die bij mij steeds blijft hangen is, wie bepaalt nou de norm? Wie bepaalt nou de norm bij al die metingen? Want je hebt natuurlijk wel die onderwijsinspectie, maar... Of is het een samenspel van... Wij hebben ook wel zelf dat we vinden dat we aan een bepaald iets zouden moeten voldoen. Dus je stelt jezelf een doel van voor het CE willen we graag een 7 gemiddeld. Dat is best een heel hoog doel. Maar je moet juist een uitdaging hebben om ergens naartoe te werken. Ja. Dus je kijkt ook voor jezelf één natuurlijk wat haalbaar is. Want je moet niet iets neer gaan zetten waar je denkt dat gaat toch nooit lukken. Maar het is wel goed om iets te streven te hebben. Ja. Ja, dat denk je ook zo. Kijk, het systeem wat de inspectie nu aanhoudt, dat houdt zichzelf ook een beetje in stand. Want er zullen altijd, noem het maar, de 10 slechts presterende scholen zijn. Mm-hmm. Ja. Dus hoe goed je het ook doet, en ook al ga je vergelijken met jezelf, als de rest ook meegaat, dan kun je altijd nog steeds bij de 10 slechts presterende scholen, 10% slechts presterende scholen blijven. Het houdt zichzelf ook een beetje in stand. Dat komt ook omdat het de manier van cijferen is relatief. Dus als je naar de examencijfers kijkt, dan is er een norm gesteld die, ik weet het niet precies, maar op 6,4 staat of zo. En daar wordt dus de norm op aangepast. Dus wil heel Nederland een 7 gemiddeld halen, dan moet er echt iets gebeuren aan de manier van rekenen. Ja, oké. Dus ja, daar zijn natuurlijk ook dingen waar je naar moet kijken van hoe kijk je dan naar cijfers en hoe bepaal je die cijfers. Ja, want je ziet ook bepaalde schooltypes terugkomen. Ik hoorde iemand zeggen, ja, bij Montessori dan zie je altijd eerst, dan zitten ze eronder en aan het einde dan gaan ze eroverheen. Maar dat is dus iets wat wij nou met data bekijken. Die klassen worden helemaal gevolgd. En we hebben een voortschrijdend gemiddelde, zoals dat heet. En iedere leerling die dus met kerst op zitten blijven zou staan of niet overgaan, die wordt meteen achter de broek gezeten en die moet huiswerk maken en weet ik allemaal van dat soort dingen. Ja. En we zien gewoon dat het helpt. Ja. Dus dat ze persoonlijke aandacht krijgen op basis van, kijk, en ook omdat ze het zelf kunnen zien. Ja, maar bij iedere meting roept altijd weer weerstand op bij degene die gemeten wordt. Waar ondervinden jullie weerstand? Bij bepaalde type docenten of bij de leerlingen zelf of bij de ouders of de inspectie? Dat je zegt van ja, nou, kijk, we willen graag vooruit, maar ze doen niet mee. Maar je moet eerst een sfeer creëren, denk ik, dat er over onderwijs gepraat kan worden. En dat was heel lang geleden eigenlijk niet mogelijk. Ja. En als je zover bent dat iedereen echt ermee bezig is, van waar ben ik mee bezig en wat kan ik doen om de school en de leerlingen vooral vooruit te helpen, dan kan je ook steeds meer gaan praten over laten zien van wat die inspanningen dan opleveren. Okay. En het klopt wel dat sommige mensen niet doorhebben wat er dan aan cijfers staat, terwijl ze zelf de indruk hebben dat het wel goed gaat. Ja. Maar als je een goede verstandhouding hebt, dan kan je daar ook wel mee komen. Dus in die zin hebben we wel een beetje een cultuuromslag gehad. Ik denk dat we daar middenin zitten, want het is, je krijgt nu in één keer stuurinformatie. Of er nou een leerling, docent of school is, die je tot nu toe niet gehad hebt. En dat moet je goed kunnen interpreteren. Maar op het moment, even terugkomen bijvoorbeeld op die bolle plaat van Edo. Op het moment dat je dat soort platen hebt en je kunt goed visualiseren waar leerlingen staan, waar scholen staan, waar docenten staan in een presteren bijvoorbeeld ook. Dan kun je ook heel open bekijken van oké, wat zijn nou volgende stappen? En dat is heel wat anders dan wat we tot nu toe gehad hebben. Want er was stuurinformatie, als ik bijvoorbeeld naar leerlingen kijk, ja, de 5 proefwerken van de afgelopen periode, punt. En daarop worden ingrijpende besluiten genomen. Ja. Nou, dit is totaal anders. Ja, je kunt ook wel meer lange termijn dingen checken. Zo. We zitten dus in die cultuuromslag, nu de toekomst. Welke kant gaat het op? Gaan we steeds meer mee te vergelijken of krijgen we een soort... Ik denk wel dat, laat maar zeggen, het leergedrag steeds meer gemeten zal worden. Maar het leuke is dat datgene wat je nu ziet gebeuren, dat er ook voor zal zorgen dat je nieuwe antwoorden kunt verzinnen op bestaande problemen. We hadden net over zitten blijven. Op het moment dat je maatwerk kunt leveren, waarom blijven leerlingen nog zitten? Ja. Als jij maar op één vak bijvoorbeeld helemaal onderuit gaat, dan het is waanzin. Maar dan precies hetzelfde op het moment dat je goed kunt monitoren en je hebt een leerling goed in het snotje,
ja, waarom toets je dan nog? Ja. Want het is een constante monitoring. Oh, dat is interessant, dus dat je gewoon geen toetsen meer hebt. Het is een je weet precies real-time waar leerlingen staan, hoe ze het doen en welke keuzes ze maken. Okay. En dat heb je nog inzichtelijk ook. Ja, dan ben je dus ook examenstress bij je af. Dat zou zomaar kunnen. Ik ben wel bereid om die discussie aan te gaan. Okay, je kunt wel een soort proeven van bekwaamheid doen, maar ik ben het op zich met jou eens dat bij ons is het aantal rapporten, wat er vroeger altijd was, is ook al verminderd, want dat is eigenlijk niet meer nodig. Maar je moet ook altijd stapsgewijs werken, want ouders hebben ook behoefte aan rapporten. Ja. Dus die kan je natuurlijk niet zomaar afschaffen. En ja, dat zijn dingen. En ik denk dat het naartoe gaat dat het zoveel mogelijk maatwerk wordt. Mm-hmm. Waarbij je niet moet vergeten dat voor sommige leerlingen een klassenverband ook heel belangrijk is. Dus je moet eigenlijk een soort een samenspel zien te verzinnen tussen gezamenlijke activiteiten en hun eigen leerproces. Waarbij dus zitten blijven helemaal nooit meer nodig is. Want iedereen is op zijn eigen gebied bezig. Ja. He, want de ene leerling is sneller dan de andere en de tweede heeft veel meer verdieping nodig. En nou ja, zo kan je zo. En het meten van leerstijlen vind ik dan dus heel interessant. Maar om nou op iedere prestatie, iedere leerling voortdurend af te rekenen, dat werkt niet erg aanmoedigend, denk ik. Dus we gaan toe naar een soort van portfolio, wat een totaal laat zien van een leerling. Denk verschillende trajecten. Het is toch een beetje van de soorten dat leerlingen 4, 5, 6 jaar op school zitten en met een diploma van school gaan waar 6 of 7 vakken en een titel van de profielwerkstuk op staat, dat het is. Nou, bij ons krijgen ze dan een testimonium mee. Goed zo. Daar staat op wat ze allemaal nog extra gedaan hebben. Ah, kijk eens aan. En dat is dan net de kwalitatieve kant dat je zegt van het is heel breed wat ze allemaal doen. Ja, oké. Want jullie zijn het vooralsnog best wel heel erg met elkaar eens. Ja, maar dat wisten wij al lang van elkaar. Oké, Maar waarin verschillen jullie scholen nou dan? Of? Ja, het verschilt in die zin van dat Kees dus veel verder is met het ICT-onderwijs aan leerlingen georganiseerd. Ja. Bij ons is het nog veel meer van waar het mogelijk is, doen we dat. Secties zijn er heel hard mee bezig. Maar wij hebben nog niet, maar dat zal niet lang meer duren, dat alle leerlingen met een device op school komen. Ja, en dat is bij mij wel. Dat is bij jou wel, inderdaad. Ja. Oké, dus het zit hem toch weer in de iPad. Nee. Het verschil is bijvoorbeeld ook een open platform waar in principe ruimte is voor alle content en alle toepassingen zoals je ze hiernaast ook ziet. Maar waarbij wel de data eruit gehaald wordt ten behoeve van het leren van leerlingen. Want laat me zeggen, dat hadden wij in het begin waar we ook vrij snel eens. De titel is niet goed, hè? Data of leerlingcentraal. Nee. Het is door data de leerlingcentraal en de docent is een kracht. Ja. Dat is door het. Data, de leerlingcentraal en de docent is een kracht. Ja. Dat is de toekomst van het onderwijs. Ja, dat denk ik. Ja. Ja. Want, denk je dat ook? Ja. Want de docent wordt voor een heel groot gedeelte ontzorgd door de data. Ja. Een hele hoop, laat maar zeggen, een hele van zijn tijd is hij nu kwijt aan, nou, noem het maar even, administratief werk. En dat hoeven we voor een hele hoop momenten niet meer dan. Ja. Helemaal eens. Daardoor kun je dus veel meer gaan kijken van wat kan je dan met die data die je hebt en op welke manier kan je jezelf dus verbeteren. Okay. Of dingen aanpassen of wat ook. Ja. Want bij mij kwam wel eens een beeld op van hè, omdat het scoren zo belangrijk is, dat docenten en schoolleiding heel erg op die scores gaan zitten. Ja, en gewoon een leerling in de klas vergeet. Maar het kan dus ook andersom werken. Dat als je dat doet, dat je de zwakke plekken kan identificeren en tijd over hebt. En, en het probleem is nu een beetje dat je een soort van gedwongen wordt om op die scoren te werken. Omdat iedereen voortdurend met elkaar wordt afgerekend. Vooral op de scoren. Ja. En dat is gewoon heel jammer dat dat niet wat breder en inzichtelijker is. Ja, want met data kun je ook gewoon een verhaal vertellen. Ja. En ik denk ook juist, met name naar ouders toe, dat het verhaal ook nodig is. En als je het hebt inderdaad over weergaven, je hebt een dashboard voor leerlingen, een dashboard voor docenten, maar ook een dashboard voor ouders. Ja. Zodat ook zij beschikken over de juiste data. Okay. Ja. En allemaal meekijken en iets om over te praten. Ja, absoluut. Oké. Nou, het was niet echt een debat, omdat jullie het eigenlijk wel met elkaar eens zijn. Misschien is dit ook de trend die aanwezig is in het onderwijs. Het nieuwe samenwerken. Het nieuwe samenwerken. Ja, ja. Als je het er niet mee eens bent, dan hebben we altijd nog Twitter. Dus ik ben benieuwd wat voor reacties we hier dan weer op krijgen. Dus maar ik wil in ieder geval hartelijk bedanken. Anneke Taat en Kees Verstegen.